Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Deze vlog gaat over een paar dagen verspreid zijn, want het is binnenkort de Starsky Fest. En daar deed ik dus eigenlijk voor de eerste keer live op voor het publiek. Ik ben wel live gaan zingen op M&M bijvoorbeeld of op Radio 2. Maar dit is toch nog wel anders, want er zijn echt mensen die daarnaast zitten te kijken. Dus het is super spannend. En er zijn natuurlijk ook wel wat voorbereidingen bij. Dus ik dacht, het is misschien leuk om jullie mee te nemen, zodat jullie kunnen zien wat ik allemaal doe voor het oefenen van het optreden. En de outfit en alles. Ik ben super benieuwd hoe dat gaat zijn en ik neem jullie mee. Dit is by the way mijn outfit vandaag. Het is een roze joggingsbroek van Ross Avenue, denk ik. Super veel vragen altijd, maar dat komt uit Amerika. Maar ik moet ermee oppassen, want ik heb daar super veel douanekosten op betaald, omdat dat van Amerika komt. En we hadden super veel besteld met Louise, dat is besteld. Ik heb het besteld, wat is voor soep besteld, voor onze stiefzus. En we moesten echt €200 douanekosten betalen, dus dat was niet normaal. Dus oppassen als je veel bestelt. En dan gewoon een wit topje van Zara. Nikes. En dat is het. Ta, du, bovenkant, over, over, over. En shoot, 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 shoot. Yes. Zo, we zijn net klaar met oefenen. Ik heb het gefilmd, want ik was nog niet helemaal mee. Vooral bij de nieuwe, bij Walk of... Miel maakt veel lawaai. Is hij hier? Oké. Bij Walk of Fame, mijn nieuwe single, dat is echt nog wel een moeilijke. Maar ik ga die thuis gewoon heel veel oefenen. We hebben het opgenomen. Komt dat helemaal goed. En nu, het volgende dat ik ga doen is maandag mijn outfit halen. Dus ik ben super benieuwd. Hallo, we zijn ondertussen maandag. Dus ik denk 2 dagen verder of zo. En ik ben nu in de auto. Ik ben net gaan eten met Jotty, Rachel en Maite. Oei, mijn auto heeft hier een melding. En ik was even vergeten dat ik ging vloggen. Dus daar ben ik dus vergeten vloggen. Maar nu gaan we onze outfit halen voor zaterdag. Ik moet volgen, want ik weet de weg hier niet. Ik zie al dat die hier op straat gaan parkeren. Ik doe dat niet. Ik kan niet in straat parkeren onder druk als er iemand achter mij rijdt. Dus ik ga gewoon in de garage staan. Daar heb ik sowieso plaats. Hoe laat is het? Oh, we zijn te laat. Hallo! Rachel en ik zijn gaan shoppen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik was ineens mijn outfit beu en ben ik een andere gaan halen. En ze heeft zich omgekleed in de parking. In de parking. We hebben trouwens geen outfit gevonden voor Starsky Fest. Oeps. Hallo, we zijn ondertussen donderdag. We zijn donderdag, ja. En ik ben onderweg naar de Starsky Club, want het is vandaag zo generale repetitie. Het is nu 3:15. Dus ik ga er zijn om 4. Ik had gezegd dat ik er om 3 ging zijn, dus top. Ah ja, ik ben ziek. Ik heb gisteren mijn vaccin gehad, mijn tweede. Maar gisteren had ik dus eigenlijk echt niks. Ik natuurlijk naar boven workout gaan doen en ook benches oefenen voor optreden. En ik was kapot aan het zweten, dus ik ben erover gegaan. Maar ja, anyway. En dan had ze ook gezegd, je moet veel water drinken. Dus blijkbaar veel water drinken, dus dat heb ik gedaan. Dus ik heel lang naar het toilet. En dan ging dus uit bed. En ik kwam naar de wc omdat ik 10 liter water had gedronken of zo. Niet 10 liter, maar you know. En op de gang, letterlijk, ik dacht dat ik tegen de grond ging gaan. Ik was echt net de tijd met mijn handen bij de grond. En dan zat ik daar op de grond in de gang. Was best wel grappig eigenlijk. En heb ik daar even gewacht tot ik me een beetje beter voelde. Dan heb ik letterlijk gelopen terug naar mijn bed. Zo, stel dat ik vrouw viel, dat om mijn bed was. Dat was geen goed idee, want dan was ik daarna voelde ik me nog slechter omdat ik gelopen heb. Dus gelopen naar mijn bed, daar voelde ik me mega slecht. Dat ik ging overgeven. Dat was allemaal niet oké. En dan ben ik een uur later of 2 uur later terug in slaap gevallen. En dan ben ik super wakker geworden. Dus ik voel me eigenlijk nog niet zo top. Maar, you know, ik heb geen tijd om ziek te zijn. Dus we gaan gewoon we just go with it. En het komt wel goed. Iemand boven naar mij, ik weet niet wie dat is. Dat was lekker awkward. Iemand kwam voorbij en ik wou gewoon kijken. Because ik sta met iedereen in de auto. En dus ik kijk zo en die zo. En die zwaait zo. Alsof die mij kende. En ik weet niet wie dat is. Iemand belt mij. Wie de fuck belt mij? Hallo? Jong, sukkel, dat ben ik wel, hè? Maar ik ben voor je aan het rijden, sukkel. Ah, je bent
vibe. Oh my god, ik ben aan het vloggen en ik ben hier net aan het zeggen, iemand zwaaide naar mij en ik heb niet gezien wie dat was. Dus ik was gewoon zo aan het kijken. Dan ben ik. En jij kijkt zo, wat de fuck, wat een mangel is dat. Ja. Ik was net aan het zeggen, ik weet echt niet wie dat was, maar ik had het niet gezien. Jongens, maar... ik schaamde mij rot, Lol, oké, ik ken die dus wel. Maar ik had het ook niet gezien, het was zo'n rap, you know. Dat was grappig. Hoe ver ik ook ga, kom ik hem altijd tegen. Hello. We zijn hier van achter aan het oefenen, mega cringe. Vandaag, zaterdag, de dag van Storsky Fest. En ik ben onderweg. Ik ben redelijk op tijd. Eigenlijk, kijk. Ik kom hier weer met mijn excuus. Ik heb samen met Rachel afgesproken dat we daar gingen zijn om 12 uur. Omdat ze gaat mijn lesjes nog doen, want ik kan dat niet zelf. En Rachel kan dat, dus ik ga me even helpen. Dus ik moest er zijn om 12 en dan kon ze dat nog even doen en zo. En dan, ik ben er om 10 à 12. Maar kijk, dus. Het is zo tussenin. Ik ben echt wel op tijd eigenlijk, maar eigenlijk ook niet. Ik heb wel nog altijd heel veel stress. Laat ik dat even zeggen. Maar eerst is meet and greet. Daar ben ik ook mega excited voor. Want dat is super lang geleden met corona dat we dat moesten doen. En vroeger deden we dat altijd super grote. En bijna heel de Belgian crew gaat daar trouwens bijna zijn. Eigenlijk iedereen buiten Marco. Ik zei het, want ik kon niet. En ja, ik heb er zin in. Wie hier is? Ella. Heb je er zin in? Ja. Ja? Hallo. Ah, oh, hier heb ik nog niet gezien. Hallo, kom even kijken. Luna en Haley zijn zo groot. Ik had die niet herkend. Ik had die gewoon niet herkend. Ella is nog klein, dat is goed. Blijf maar klein, dat is schattig. De meet and greet is begonnen. En dus nu mogen mensen hier even zo foto's nemen. Terwijl je het moment moet opzetten en het is super warm. En even de foto mogen ze afzetten. We zijn in de crib om dat omkleden, maar waarom is het misschien allemaal zo wazig? Hey. Gedaan! Ik heb een camera teruggevonden, ik was hem kwijt.